Start is vervallen, begin met een galopwaarde voor Always. Die raakt op achterstand. Ook een mispas nu van Asma Jeek, die ook wat terrein gaat verliezen. Uitgeschakeld, nummer 10 galop. Paarden gaan de eerste bocht in en het duel om de leiding is al beslist. Dat is gewonnen door Betty Sommely. Betty Sommely leidt, maar Verbeek Kennende wil die leiding best wel kwijt. Aan de buitenzijde komt Bonefish Life en die wil hem wel hebben. Bonefish Life aan de buitenkant. Achter hem aan komt Valadas en die gaat straks ook een aanval plaatsen. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog 2 ronden te gaan. Bonefish Life neemt de leiding over. Valadas aan de buitenkant pakt hem gelijk aan. Het is de enige kans die Langeweg krijgt, want als hij te lang wacht, laat Kamminga hem nooit meer gaan. Kamminga wil hem eigenlijk nu al niet laten gaan, maar hij gaat er toch langs. Valadas. Valadas neemt de leiding over. Valadas, Bonefish Life, dan Betty Sommely. Dan ten Noordenee, die wordt teruggenomen. Aan de buitenkant gaat naar voren Destrio 2 met Robin Bakker. Doet hij door het derde spoor. Aan de binnenkant Udia Rangeap. Daarachter volgt Tou Perrine en aan de buitenkant daarnaast Adzio Family. Zo gaan de paarden de rechterbocht door en daar leidt Valadas en die houdt aardig tempo. Dat zal Kees Kamminga ook tegen hem gezegd hebben. Als je de kop neemt, hou dan tempo. En Langeweg Junior doet dat ook. Zo gaan ze de rechte lijn overzijde in. Liggen wat kleine gaatjes in het veld en de enige deelnemer die aan de buitenkant naar voren gaat is Destrier Atou. Destrier Atou gaat de leider nu opzoeken. Die wil die leiding ook wel overnemen. En ik zag voor de koers Langeweg en Bakker al even met elkaar praten. Maar dan zullen ze het niet over deze fase van de koers gehad hebben. Waarschijnlijk ietsje eerder, maar hij mag er toch langs aan de buitenkant. En Destrier Atou neemt de leiding nu over van Valadas. Derde plaats daarachter Bonefish Life. Vierde plaats is voor Betty Sommely. Vijfde Udia Rangea. Zesde aan de buitenkant is Tenordenee. Zeven aan de relingzijde Tou Perrine. En achtste in het tweede spoor Adzio Family. Ofis de Loor ligt daar nog achter. Die is op weg naar aansluiting. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Tempo wordt dus gemaakt door de deelnemer die juist de leiding overnam. En ook favoriet is Destrier Atou. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Tweede plaats daarachter is voor Valadas. Mooier kan hij er niet in liggen. Derde plaats ligt er eigenlijk ook wel mooi in Bonefish Life. Dan Betty Sommely. Dan Udia Rangea. Aan de buitenkant gaat Alex Kel nu iets naar voren met Tenordenee. Tempo is hoog genoeg, dus dat is best lastig om naar voren te komen. En ze zijn inmiddels in de laatste ronde. Destrier Atou. Destrier Atou voor Valadas en Bonefish Life. Kamminga kijkt over de schouder en denkt, die ken ik, dat is Alex Kelm. En misschien gaat hij er straks wel uit. Maar hij wacht eerst nog even of hij wat dichterbij komt. Daar lijkt het voorlopig nog niet op, maar Kamminga is alvast een halfspoortje naar buiten gegaan. Zodat hij straks niet verrast gaat worden. Zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde in. Leiding voor Destrier Atou. Daarachter Valadas, dan Bonefish Life. Nu zal Kamminga toch echt moeten, want daar komt de Noordenee aan de buitenkant. Hij is er al uit. Daarachter aan de relingzijde schuift onmiddellijk dat gaatje in Betty Sommely. Daar komt de aanval van Bonefish Life aan de buitenkant. Die gaat nu op jacht naar de leider Destrier Atou. Die twee paarden die kennen elkaar. Die kwamen elkaar de laatste keer ook al tegen toen Destrier Atou liep. En toen was Bonefish Life hem net de baas. Bonefish Life pakt hem nu weer aan. En zo gaan ze de laatste bocht in. Destrier Atou aan de binnenkant. Bonefish Life aan de buitenzijde. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht op de derde plaats. Gaat naar het tweede spoor. Valadas die wil ook naar het derde spoor. En Betty Sommely gaat daar weer achteraan. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En Kamminga die heeft een bloedvorm op dit moment. Die gaat aan de buitenzijde nu de leiding overnemen. Galopaden van Valadas. Aan de buitenkant Bonefish Life, aan de binnenkant Destrier Atou. Bonefish Life heeft overgenomen. Alles wat Kamminga aanraakt, dat wint tegenwoordig. Deze dus ook. Bonefish Life, de winnaar. Tweede plaats, Destrier Atou. Derde is Betty Sommely. En vierde, best gelopen hoor, Tenordenee met Alex Kelm.